Hij opent de eerste keer bij Uitgelicht en hier staan de fotografen die deze maand door de gastcurator zijn geselecteerd. We kunnen ook naar A tot en met Z, de alfabetische volgorde van alle aangesloten fotografen. Een andere mogelijkheid hier is om naar nieuw te gaan. En nieuw, daar zien we de laatst aangesloten fotografen verschijnen. Onder ditzelfde hoofdstukje fotografen zit ook categorieën. En bij categorieën zien we alle mogelijkheden die er zijn. Laten we eens op portret klikken. En bij portret zien we op dit moment deze fotografen. Terug naar Uitgelicht. En we gaan de portfolio van Thomas Donker bekijken. Hij opent hier met een splashscreen. Dit is de foto die hij als eerste laat zien aan iPhone-bezoekers van PhotoQ. Eén keer klikken of sliden en je komt in zijn portfolio. Thomas heeft een opeenvolging van beelden. En als je er één keer op tapt, dan verschijnt of verdwijnt de balk boven met de teksten en de knoppen. We kunnen hierboven naar overzicht gaan en dan zien we zijn hele portfolio op één beeld verschijnen in kleine vierkantjes. Als we meer willen weten over de fotograaf, klikken we op deze knop en hier staat zijn biografie. We kunnen zelfs, als we dat willen, Thomas Donker gaan bellen. Deze foto kunnen we ook mailen door op deze knop te duwen, e-mailadres invullen en versturen. Als je daar een favoriet wil verwijderen, duw je 1 seconde op het icoontje en daarna op het kruisje. Daarmee verwijder je deze fotograaf. Het rode hartje rechtsboven is de knop om deze fotograaf, deze portfolio, te downloaden hard op je telefoon. Downloaden op je telefoon betekent dat je de portfolio kunt bekijken zonder een internetconnectie. In het vliegtuig bijvoorbeeld. Als een fotograaf zijn portfolio heeft geüpdate, wordt dat bij jouw favorieten direct zichtbaar op deze manier. Je kunt op 2 manieren die nieuwe foto's of die andere volgorde van die fotograaf, van die portfolio, op je telefoon krijgen. Dat is of met de telefoon shaken of gewoon klikken. Hij gaat nu de verandering downloaden. Nog een keer klikken en alles is weer helemaal compleet. De volgende knop hieronder is de zoekknop met de zoekfunctie. Laten we bijvoorbeeld Caries intypen en kijken of er een beeld tevoorschijn komt. En op deze manier kun je door de database van PhotoQ en met de goede zoekterm zul je vinden wat je nodig hebt.